ben niet zo slecht in je. Eén keer in de zoveel tijd ga ik voor jullie een video maken. Dit is nu al video 2. We hebben eerst video 1 gehad, het schetsen. En deze video gaat over hoe vind ik nou een goede hovenier. Hier mijn top 10 tips. Zoek gewoon niet te ver. Kijk gewoon in de buurt. Misschien is er wel een goede hovenier om de hoek. En misschien weet de buurman naast je wel een goede hovenier of een kennis. Dus zoek niet te ver. Twee, mond op mond of misschien wel een kennis. Het allerfijnste is natuurlijk als je misschien in de familie wel een hovenier hebt. Of dat je via je familie iemand mond op mond bent tegengekomen. Dat is natuurlijk het allerprettigste, een beetje waar je aan toe bent. Ga dan dus ook niet veel te ver zoeken. Ga daar gewoon van uit dat dat dan goed is. Wat wel belangrijk is, is dat je alsnog, al ken je iemand, goede afspraken maakt. En dat alles duidelijk is van tevoren wat er gedaan moet worden. En dan als laatst. Dat je iemand kent, hartstikke leuk, maar ga er niet van uit dat je korting krijgt. Drie, de website. Je kan er wel een beetje van uitgaan als de website een beetje professioneel en netjes uitziet, dat de hovenier de energie in heeft gestopt en dat hij dat ook wel zal doen in zijn werk. Kijk ook op de website goed naar de foto's. Zit jouw smaak erbij? Wordt het een beetje op een manier gedaan wat jou aanspreekt? En ga daar dan een beetje vanuit. Oké, hier moet ik vanuit gaan dat dat goed is. Ziet het er nou heel slordig uit? Ja, dan moet je dus gaan afvragen. Doet hij dat dan ook in de tuin? Puntje 4 is bellen. In plaats van mailen, bel gewoon eens even. Kijk gewoon eens iemand aan de lijn. Hoor eens even uit van hoe heeft de persoon kennis. Klinkt hij een beetje enthousiast? Ja, en met bellen krijg je veel meer informatie. 5. Schetsen en ontwerpen. Het is gewoon heel erg belangrijk dat een hovenier. Stel je voor, je gaat je tuin laten aanleggen. Dat hij ook verstand heeft van ontwerpen en schetsen. Hij moet in ieder geval een tekening kunnen lezen. Nou, we hebben in video 1 deze schets al gemaakt. Dan weet je in ieder geval een beetje duidelijk van wat kan ik verwachten? Hoe kan het eruit gaan zien? En ziet het er anders uit? Dan kan je in ieder geval daar even een discussiepuntje van maken. Kan de hovenier dus niet schetsen of ontwerpen, dan moet je dus ook maar een beetje gaan afvragen. Stel je voor je laat het ontwerp door iemand anders maken. Kan hij het dan wel aflezen? Laat je nou een schets maken of een ontwerp door een hovenier, zorg er dan altijd voor dat je weet wat je wil. Ongeveer zelf een schetsje, een klein schetsje hebt gemaakt. En dan kan de hovenier of de ontwerper of de architect aan de gang. Zes, wordt wel eigenlijk gezien als misschien wel het allerbelangrijkste, de prijs en de vakkennis. Bereid je goed voor, wat kan ik uitgeven? Wat is mijn potje? Wat kan ik nou uitgeven aan mijn tuin? Wees je dat bewust en wees ook bewust met wat er dan gedaan kan worden. Wat voor een persoon zoek ik? Heb jij voor een achtertuintje 3000 euro... Dan weet je dat je niet een tophovenier kan inschakelen. Heb je wat meer centjes, dan kan je wat verder gaan kijken. Wat dus ook erg handig is, stel je voor je hebt dus maar die 3000 euro. Ga dan niet allemaal gekke dingen in je hoofd uithalen. Dat je een vijver wil en keramische tegels, een natuursteen en heel veel mooie beplanting. Dat is gewoon onmogelijk. Zeven, de offerte. Wees duidelijk in wat je wil. Wat verwacht je
op de offerte te zien. Geef dat duidelijk aan bij je hovenier. En als je die offerte dan hebt gekregen, dan moet die overzichtelijk en reëel zijn. Let goed op. Stel je voor, het is nou duurder als je had verwacht en de hovenier gaat ineens toch zakken met zijn prijs. Dan moet je een beetje nagaan van hoe kan dat? Waarom kan hij nu ineens zakken met zijn prijs? Ga er gewoon vanuit dat de eerste prijs is waarvoor hij het kan doen. Dat hij misschien wat korting geeft, ja, dat zou mooi zijn. Maar hou dan goed in de gaten dat hij niet sneller gaat werken, omdat hij dan natuurlijk minder centjes krijgt. Aanleg. Heb je dan akkoord gegeven eenmaal op die offerte? Let dan goed op dat alles professioneel, veilig en goed gedaan wordt. Let gewoon tijdens de werkzaamheden goed op. Bied de hovenier gewoon een wc aan, water en stroom. En een bakje koffie is natuurlijk altijd fijn om een beetje de sfeer goed te houden. Geef ook op tijd aan als er iets niet naar wens is. Het kan wel eens gebeuren, bijvoorbeeld als er tegels gevoegd moeten worden en er ligt nog een tegeltje niet goed en jij zegt dat achteraf, dan is de voeg al hard en dan kan er niks meer aan gedaan worden. Dus geef op tijd aan als er iets niet naar zin is. Wat goed is om te onthouden, is de hovenier geeft waarschijnlijk aan, zo lang ben ik bezig met de klus. Maar hovenierswerk gaat door weer en wind heen. Er worden veel machines gebruikt die stuk kunnen gaan. Dus er kan door overmacht kan er gewoon veel gebeuren waardoor de hovenier uitloopt. Of dat hij iets moet verschuiven of wat dan ook. Dus hou dat altijd goed in gedachten. Negen. Onderhoud. Wees ook hierbij weer eerlijk en realistisch. Wat kan ik laten doen door mijn hovenier met mijn budget? Na een tijdje, als de hovenier natuurlijk al jaren bij jou komt, probeer dan alsnog de band een beetje zakelijk te houden. En dat je duidelijk aangeeft nog steeds hoe en wat je het wil. Je kan het eventueel ook doen met een lijstje. Je kan een lijstje zetten van dit wil ik gesnoeid hebben, dat wil ik gedaan hebben. En dan kan je aan het eind van de dag dat lijstje eens doornemen met je hovenier. Tien. Klikt het? Als het nou gewoon goed klikt met jouw hovenier, heb je een keer een aanleg laten doen door je hovenier of laat je het onderhoud doen. Blijf gewoon lekker bij elkaar. Probeer het samen met elkaar voor elkaar te krijgen. Na een tijdje wordt er wat extra's voor jou gedaan. Jij doet misschien weer wat extra's voor de hovenier. En na een tijdje ga je elkaar ook veel beter begrijpen. 6. Misschien nog veel belangrijker is, is dat als je dan langs de hovenier gaat, dat je in ieder geval goede koffie hebt. Dit was alweer video 2 van Sebastiani on Tour. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Hebben jullie nog tips voor ons, dan horen wij dat graag. Hebben jullie nog vragen, dan kan het natuurlijk onderin hier in de comments onder de video. En ik hoop dat ik jullie volgende keer weer zie.